Hallo, Ajax fans. We zijn terug met een exclusieve video en het laatste nieuws direct uit Amsterdam. Voordat we beginnen, abonneer je op ons kanaal en geef de video een like. Zo blijf je altijd op de hoogte van het meest exclusieve Ajax nieuws. Amsterdam gonst van de geruchten, zou Sergio Ramos, de legendarische Spaanse verdediger, onderweg zijn naar Ajax? Met een indrukwekkende carrière die hem door Sevilla, Real Madrid en Paris Saint-Germain heeft geleid, zou Ramos een opmerkelijke versterking betekenen voor de Nederlandse recordkampioen. Zijn ervaring en leiderschap maken hem een van de meest gerespecteerde spelers ter wereld. Maar wat zou zijn komst voor Ajax betekenen? Laten we de mogelijkheden en implicaties eens onder de loep nemen. Met een staat van dienst die zijn gelijken niet kent. Inclusief vier Champions League titels en een wereldbeker zou Ramos een enorme boost kunnen geven aan Ajax internationale ambities. Na zijn terugkeer naar Sevilla en een seizoen dat zowel memorabel als turbulent was, lijkt Ramos op zoek naar een nieuwe uitdaging. De defensie van Ajax, die dit seizoen op momenten kwetsbaar bleek, zou profiteren van zijn tactische inzicht en onfrikbare aanwezigheid op het veld. Daarnaast zou zijn ervaring in grote Europese competities jonge spelers kunnen inspireren. Maar de vraag blijft: paast Ajax, met zijn focus op jeugdontwikkeling en aanvallend voetbal, bij de speelstijl van Ramos? Hoewel hij bekend staat om zijn harde spel en krachtige verdedigingsacties, heeft Ramos ook laten zien flexibel te zijn en zich aan te passen aan verschillende speelstijlen. Zijn leiderschap en mentaliteit zouden van onschatbare waarde kunnen zijn, vooral in cruciale Europese wedstrijden waar Ajax vaak net dat beetje extra mist. Aan de andere kant zijn er twijfels over de fysieke gesteldheid van de inmiddels 38-jarige verdediger. Zijn laatste seizoenen bij PSG en Sevilla werden gekenmerkt door blessures en afnemende speeltijd. Kan hij de intensiteit van het spel in de eredivisie en de Europese competities aan? En hoe zal Ajax omgaan met zijn waarschijnlijk hoge salariswensen? Dit zijn vragen die de komende weken beantwoord moeten worden. Maar voordat we verder gaan, vergeet niet om je op ons kanaal te abonneren en de video een like te geven. Jouw steun helpt ons om je te blijven voorzien van het laatste nieuws over Ajax Amsterdam. Deel ook gerust je mening over de onderwerpen in de reacties. Het is geen toeval dat Sergio Ramos de voorkeur heeft gekregen van Ajax-trainer Francesco Farioli om de selectie te versterken. Ramos brengt een ongeëvenaarde combinatie van kwaliteiten mee die precies passen bij wat Ajax nodig heeft in deze cruciale fase van het seizoen. Zijn leiderschap op het veld is legendarisch. Hij weet hoe hij een team kan motiveren en naar grotere hoogte kan stuwen, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden. Dit soort mentale kracht is zeldzaam en kan cruciaal blijken in zowel de eredivisie als in Europese competities. Naast zijn leiderschap is Ramos een meester in defensieve strategieën. Zijn tackles zijn nauwkeurig en effectief, en zijn vermogen om cruciale intercepties te maken, heeft hem talloze keren tot een onmisbare speler gemaakt. Francesco Farioli zou Ramos waarschijnlijk niet alleen zien als een verdediger, maar ook als een speler die een hele achterhoede kan organiseren en structureren. Dit soort inzicht en ervaring kan Ajax helpen om zijn defensieve zwakke punten aan te pakken en weer een solide verdedigend blok te vormen. Een andere kwaliteit die niet over het hoofd gezien kan worden, is Ramos aanvallende bijdrage? Met meer dan 100 carrière doelpunten voor Real Madrid heeft hij bewezen een gevaar te zijn bij standaard situaties. Zijn kopkracht en precisie maken hem een nachtmerrie voor tegenstanders in de lucht. Farioli is een coach die innovatie en flexibiliteit hoog in het vaandel heeft staan, en Ramos zou in dit opzicht een sleutelrol kunnen spelen door aanvallende dreiging toe te voegen aan de defensie. Ten slotte heeft Ramos een indrukwekkende staat van dienst in grote wedstrijden. Van El Classico S tot Champions League Finales, hij weet hoe hij moet presteren onder immense druk. Dit soort ervaring is van onschatbare waarde voor een team als Ajax, dat hoge ambities heeft, maar soms moeite heeft om in beslissende momenten te schitteren. Farioli ziet in Ramos een speler die niet alleen het verschil kan maken op het veld, maar ook een mentor kan zijn voor de jongere generatie spelers. Met zijn komst zou Ajax een evenwicht vinden tussen ervaring en talent, een combinatie die succes garandeert. De komst van Sergio Ramos zou zonder twijfel een statement zijn van Ajax, een signaal dat de club niet alleen mikt op nationale dominantie, maar ook op het heroveren van zijn plek aan de Europese top. Blijven de geruchten slechts geruchten, of staat Amsterdam aan de vooravond van een van de meest spraakmakende transfers in de clubgeschiedenis? De tijd zal het leren. Eén ding is zeker, de Ajax-fans houden hun adem in spanning in. Dat was het voor deze update. Als je de video leuk vond en exclusief nieuws over Ajax Amsterdam wilt blijven ontvangen, abonneer je dan op ons kanaal en geef de video een like. We horen ook graag jullie reacties en meningen. Tot de volgende video.